Amsterdam staat weer op zijn kop. Hotels zijn volgeboekt en er komen alleen maar privéjets aan op Schiphol. De clubscene draait over uren. Iedereen die ertoe doet in de muziekindustrie is in de stad aanwezig. En waarom? Amsterdam Dance Event is weer van start gegaan. En dat is big business voor Amsterdam. Naar schatting wordt er ongeveer 58 miljoen euro omgezet. En hebben we het nog niet eens over de andere deals die worden gesloten. Armin van Buuren heeft even een pauze genomen van zijn World Tour om hier vanavond te zijn. Hij tovert het Van Gogh Museum om tot een exclusieve nachtclub. We hebben jou voor het laatst gesproken met de aftrap van je World Tour. Ja. Armin en het Van Gogh Museum, hoe is de connectie gekomen? Embrace. Heel simpel. De missie die ik mezelf gesteld had met het album Embrace was nieuwe culturen, nieuwe stijlen, nieuwe ideeën omhelzen. Ik zie mijn rol als DJ ook een beetje om mensen in aanraking te laten komen met muziek waar je misschien niet zo 1, 2, 3 aan zou denken. Bijvoorbeeld het trompetgeluid van Erik Vloeimans, maar ook Van Gogh. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Wij werden eigenlijk benaderd van de kant van Armin en zijn productiebedrijf van Alda. En zij kwamen met ideeën en zeiden, zouden jullie mogelijk iets met Armin willen doen? Nou ja, daar hoef je niet lang over na te denken. Nee. Ik vind zijn verhaal heel erg interessant. Ik heb 11 schilderijen uitgekozen waar ik wat over vertel. Je hoeft kunst niet mooi te vinden. Misschien heb je helemaal niks met kunst of heb je niks met Van Gogh. Maar ik wil je wereld openen. Ik wil er iets van laten zien. Het is ook niet uitputtend of zo. Het zijn maar 11 schilderijen. En ik vertel mijn eigen woorden. Wat ik er zo vet aan vind. En waarom Van Gogh voor mij nog steeds inspiratie is. Dus voor de eerste keer dat muziek en kunst gecombineerd wordt. En dan weer in Amsterdam. Ja, twee grootheden bij elkaar. Het is ook een stukje fashion. Dat zou er ook nog bij kunnen, weet je wel. Dus ik ben heel benieuwd wat het mij gaat doen op het moment dat die combinatie zie. En als je eigenlijk nu ziet wat Eet doet, is het wel wat echt had moeten komen. Het is een beetje bizar dat het zo lang heeft geduurd. Martin Garrix, onze Nederlandse DJ, nummer 1. Ja. Wat vinden jullie daarvan? 20 jaar oud, dat hij dus alle jonge jongens weer aanzet. Die dat allemaal ook willen worden. Het is toch geweldig. Het is langzamerhand een van onze beste exportproducten. Hè? We boten kaas en DJ's zo langzamerhand. Dus ook Armin is natuurlijk meerdere malen de beste geweest. En zo'n beetje iedereen die we hebben. Dus ik denk dat we daar gewoon heel erg trots op moeten zijn. Heb je nagedacht over de risico's in het museum? Nee. Jullie zijn goed verzekerd? We zijn zeker goed verzekerd, maar daar maak ik me helemaal geen zorgen over.